Dit is de TP-Link TL-WPA4226. Een powerline starter kit waarmee je zonder heel veel moeite je bestaande netwerk kan uitbreiden zonder dat je extra kabels hoeft te leggen. Nou, ik zal even uitleggen hoe dat precies werkt. Zij maken contact met elkaar via het lichtnet. Dat betekent dat het bestaande stroomnetwerk wordt gebruikt om datagegevens door te sturen. En zo zet je er eentje, meestal je basisstation, bekabeld bij je router. En die steek je hier onderin in een van die twee poorten. En vervolgens kan je dit apparaatje op een willekeurige plek in een stopcontact steken waar je bijvoorbeeld geen bereik hebt of waar je graag een ethernetpoort zou willen hebben. En het werkt in principe gelijk. En zo kan je dus je hele huis uitbreiden met je netwerk op bijvoorbeeld plekken waar je geen wifi kan ontvangen of waar het te veel moeite is om een extra ethernetpoort aan te leggen. Nou, die quick clone knop die hier zit, die druk je gewoon in op het moment dat je aangesloten bent op je router en die zal automatisch je gegevens en wachtwoorden doorsturen in dit apparaatje, zodat je niet al je gegevens handmatig hoeft in te voeren voordat je ermee aan de slag kan. Nou, deze heeft pass-through, betekent dat als je deze in een stopcontact steekt op een plek waar je wifi of bereik wil hebben, dat je gewoon nog gebruik kan maken van een stopcontact zonder dat je stroom verliest voor de apparaten die je wil gebruiken. En let er wel op dat je deze direct in stopcontacten steekt, dat geldt overigens voor allebei, en niet in een stekkerdoos, want dan hebben ze niet genoeg bereik om je signaal door te sturen. Nou, wil je nou meer weten over hoe deze powerlines werken of zou je er gelijk in willen aanschaffen, ga dan naar routercenter.nl of .be of kom langs in een van onze winkels.